De media mag vandaag getuige zijn van de oplating van een radiosonde, oftewel weerballon, waarmee data over het weer wordt verzameld. Sergio Cardoso, directeur onderzoek en dienstverlening bij het ministerie van Openbare Werken, zegt dat dit onderdeel is van een project met het Koninklijk Nederlands Meteorologische Instituut, KNMI. Het is eigenlijk een heel groot project en alles wat er nodig is om het te laten lukken is meegenomen in het contract dat we tekenen. En van personeel tot aan accessoires, tot computers en alles. Dus alles is daarin in geregeld. Het contract met wie? Op KNMI. En dat is alles erin geregeld, waardoor we dan gewoon bijvoorbeeld als er iets nodig is, dat we dan uit dat project kunnen halen. Dus er is dan budget daarvoor, dus jaarlijks. En dus dan doen we daarmee doen. Dus het is wel gegarandeerd. Volgens Cardoso is het project belangrijk om klimaatvoorspellingen te kunnen doen en mogelijke scenario's vast te stellen. Anki Peters, projectleider van het waarnemingsstation Paramaribo, geeft aan dat klimaatonderzoek bijzonder belangrijk is geworden voor bijkans alle landen. Het is belangrijk voor KNMI omdat wij heel veel aan weer- en klimaatonderzoek doen. En zo is het ook belangrijk voor meerdere landen. Omdat deze data in de tropen deze metingen in de tropen worden gedaan. Het is vooral belangrijk voor klimaat. Voor klimaatverandering, om dat te volgen en te begrijpen. Uiteraard moeten degenen die hier de metingen doen opgeleid zijn. En daar wordt natuurlijk veel aandacht aan besteed, dat er ook capabele mensen zijn die metingen kunnen doen. En in feite was het alleen in het begin nodig om die opleiding te verzorgen voor deze ozonsonde oplating. Er zijn nu 6 goede mensen getraind daarvoor, maar ze trainen nu ook elkaar. Dus als er een nieuw iemand komt, dan wordt die weer opgeleid door de meteodienst zelf. Peter zegt verder dat er steeds gewerkt zal worden aan bijscholing van mensen die de weermetingen doen.